gaan namelijk eerst naar huizen. Want we mogen binnenkijken bij iemand die met zijn ontwerpen een ware bekende Nederlander is geworden. Dus, wie woont hier? Hallo, mijn naam is Erik Kuster. En welcome to my house. Dit is eigenlijk de lichtste ruimte van het huis, de televisiekamer. Heel erg op de tuin gericht. Het huis is natuurlijk oud, een jaren 50 huis. Ja, dit is een kamer waar een van mijn favoriete foto's hangt, van Mohammed Ali. En ik vind het heerlijk om hier overdag te zitten, maar ook 's avonds. Het is echt een televisiekamer. De staan van dit huis, het doet me heel erg denken aan Thunderbirds James Bond. Als kind vroeger had je die Thunderbirds filmpjes. Soms een grote raket in de tuin en allerlei spaceships. En dan had je die huizen met die schuine daken met zo'n schoorsteen. Dat is dit huis ook. Dus ik vind dat heel erg, dat heeft heel erg ook tot het interieurontwerp van dit huis geleid. De woonkamer, eigenlijk de donkerste kamer van het huis. Echt een avondkamer, vandaar ook lekker een grote open haard die altijd brandt, zomer en winter. En mijn favoriete item aan deze ruimte is toch wel mijn collectie foto's van Ron Galella. Een van mijn favoriete fotografen uit de jaren 70. Eigenlijk ontdekt en bekend geworden in de tijd van Studio 54 en heel veel Jackie Onassis gefotografeerd. Die geeft een hele bijzondere sfeer aan deze ruimte. Nou, via een lekkere grote entree met mijn Delfts Blauw-verzameling die steeds verder uitbreidt. En mijn nieuwe aanwinst, deze fantastische kunstwerken van dollarbiljetten in echt zilver. Loop je eigenlijk door de keuken in. De keuken is door mijzelf ontworpen. En ik wilde eigenlijk een hele strakke keuken hebben waar alles weggewerkt zat. En als je de keuken gebruikt, kun je eigenlijk die grote schuifdeuren wegklappen en daarachter komt alle apparatuur vandaan. Nou, ik verander eigenlijk, het liefst verander ik een huis nooit meer. Ook niet bij mijn klanten. Als wij een huis hebben gedaan, ik hou niet van trends. Dus sommige mensen willen ieder jaar een huis veranderen. Ik vind, als een huis klaar is, is het klaar. En dan moet het eigenlijk alleen maar mooier worden naarmate je er lang in woont. Ik ben zelf niet zo van 3 keer per jaar mijn huis veranderen. Maar dat moet iedereen zelf weten. Een heel leuk element aan het huis is dat het een soort split level heeft. Dus via de gang kom je eigenlijk in de kleedkamer, die wat hoger ligt, op een tussenverdieping. En loop je zo door naar de master bedroom, waar ik het grootste bed heb neergezet wat ik kon vinden. Ik hou van een groot bed. Voor mij is de slaapkamer de belangrijkste ruimte in huis. Want ik zit eigenlijk nooit in mijn woonkamer. Als ik klaar ben met werken, ga ik lekker op bed, computer, tv, that's it. Eigenlijk is de slaapkamer, kleedkamer en de main badkamer aan elkaar verbonden. Het zijn eigenlijk open ruimtes, wel met tussenwanden. Ook hier weer zwart-wit foto's. Ik ben een enorme fan van zwart-wit fotografie. Dit zijn foto's van John Lennon en Yoko Ono in het Hilton in Amsterdam, 1966. En dat is eigenlijk mijn geboortejaar. En de badkamer is groot, open. Ik ben gek op badkamers. Het is een beetje een spa-gevoel. Een van de mooiste ruimtes in mijn huis vind ik eigenlijk het trappenhuis. Dat is helemaal origineel, jaren 50. Toen ik dit huis zag op een website, zag ik als eerste dit trappenhuis. En die ronde vormen en ook die ronde lichtkoepels en die ronde openingen in de wand. Ja, ik vind het heel erg een James Bond gevoel hebben, jaren 50. En via de hal loop je dan eigenlijk naar de gym. En ik word hier 3 keer in de week zwaar afgemat met mijn personal trainer. Dit huis betekent voor mij thuis en dat is misschien simpel, maar ik heb in mijn leven, ik reis al 25 jaar lang de wereld over en ik heb eigenlijk nooit echt een thuis gehad. En dit huis is nu echt wel mijn thuis. Voor het eerst sinds 2 jaar heb ik echt het gevoel dat dit mijn thuis is. Heb jij ook een droomhuis? We willen het heel graag zien. Geef je op via onze website.